Maar hij zit net als Clown Bassie, moet je kijken. Ik lijk wel Mustafa van The Lion King. Niet normaal. Stel 3 weken uit om naar de kapper te gaan. Hey, ik ben Marieke. Iedere week ga ik op bezoek bij een Q-DJ. Wat doen ze in hun vrije tijd? Hoe wonen ze? En zijn ze een beetje gastvrij? Je ziet het in. Marieke komt even spieken. Spieken bij Lars Boelen. Die doet de Q-nacht. Dus ik dacht, ik pak nog even het laatste stukje van zijn nacht mee. Maar daar heb ik eigenlijk al erg spijt van. Ik moet niet weer in slaap vallen. Dat is altijd heel killing. Sorry. Spreek heel veel in. Ik wil niet te veel laten zien van mijn huis. Volgende week is namelijk Marieke komt even spieken bij mij, dus een beetje spannend houden. Goedemorgen. Ik moet de radio en de taxi op Lars zetten natuurlijk. Maar je staat er niet 3 kwartier in de file. Ja, ik ben er. City hoor. Lars. Hoi, goedemorgen of nacht? Voor jou is het morgen. Ja, voor mij is morgen. Voor jou is het laat in de avond, hè? Ja, ik ben net op gang. Nou, ik dacht misschien meteen de frituur even aan te zetten. Zal dat even doen? Nou, dan ga ik het meteen even doen. Moet ik het niet doen? Want hier krijg ik punten voor. Oh. Laat mij dat maar even doen. Zo, we weten hoe het werkt, hoor. Marieke komt even spieken. Puntscore. Maar toevallig gisteren ook gedaan, ja. Ja? Met Erik van Roekel? En Stefan Bouwman. Ja, die houdt er ook wel van. Stefan Bouwman, ja, heb je zijn huis gezien? Ja, een soort studentenhuis is het, hè? Ja, nu komt er denk ik rechtsboven in zo'n linkje dat je erop kan klikken. Is het hier dan of is dat? Kijk, dit is hier denk ik. Daar, ja. Nou, iets meer naar, naar links voor jou. Links. Beetje omhoog met je vingertje. Beetje omhoog. Daar kan je precies klikken. Precies daar. En dan kan je bij Stefan Bouwman kijken. Ho, frituur. Ja, nee, dat duurt wel even. Oh. Wordt dit nou allemaal opgenomen? Ja. Is het koud hier? Ik vind het ineens koud hier. Ja, het is koud. Ja. Nou, het is echt je huis, hè? Ja. Ik doe net alsof ik heel erg druk ben, oké? Ja. Nou, eigenlijk doe ik ook niks. Haal dat er maar even uit. Ja. Want de baas kijkt natuurlijk ook dit. Ja, klopt. Ja. Ik heb altijd dat mijn haar niet gaat zitten, omdat ik natuurlijk die koptelefoon op heb. Ja, dat is waar, ja. Jongens, ik wil niet. Je moet de verkeersinformatie hebben, maar we moeten ook nog die frituur. Ja, maar één, hè? Eentje. Een stapmodelletje. Ja. Dit is toch wel het mooiste geluid. Oh, dit is toch. Ja, dit is genieten. Oh, hoe lang? Je moet eigenlijk wachten tot ze drijven, dat is de truc. Okay. Wil je de curry bij, mayo, ketchup, wil je een broodje? Ik wil een klein beetje, nee, geen broodje, een beetje mayo, een beetje mayo. Misschien kan je het versneld afspelen. Dat dan... Oh, leuk! Ja, dus 1, 2. Ja? Ja. Oh, dat is wel erg hoor, Lars. Lekker toch? Yo, cheers. Yo, cheers. Nou. Ja, het is toch lekker. Ja, het is heel lekker. Het is nu 4:15. Dat betekent dus dat Matt en Wietse binnen zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Wiets. Rot op. Zonnetjes morgens. I want to break free. Ja, maakt Lars elke ochtend natuurlijk mee, hè? Hoe is ja. hij? Ja, wel super hoor. Gezellig in beeld. Ja. Ja, super, super. Hij doet het eerste klaas hoor. Huh? Klaar. Mattie, mag ik even aan je buik voelen? Nee, sorry, ik heb daar echt gedoe mee gehad thuis. Is dat echt voor joker, hè? Nou, ik dacht dat was leuk zo bij die kerstboom. Moet ik nou nog iets zeggen ook? Ja, het concept van Marieke komt even spieken is natuurlijk dat we naar je huis gaan. Ja? Maar ik weet dat jij een huis aan het bouwen bent in Utrecht. Nou, niet zelf. We kunnen wel wat zien. Ja, zullen we even kijken? Ja, is goed. Maar let op, kom mee. Want ik weet dat er beoordeeld wordt namelijk. Dus ik denk ik bereid me even voor. Nee. Dat is wel echt heel goed. Wat een ranzige auto heb je als je dit kunt doen. Nu is het voor mij dinsdagochtend, precies. Maar is het voor jou nu nog maandag? Of was het voor jou gisteren al dinsdag? Ja, het voelt voor mij nog maandag. In het echt is het natuurlijk nu wel dinsdag. Maar het voelt nog als maandag. Heb je ook wel eens dat je terugrijdt en dat dan de file naar de andere kant van Amsterdam al staat? Nee. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Nee. Zullen we een koffietje doen onderweg? Ja. Net als Clown Bassie, moet je kijken. Ik lijk wel Mustafa van The Lion King. Niet normaal. Stel 3 weken uit om naar de kapper te gaan.
Hoe noem je die gast van de Lion King? Mustafa. Nee, dit is Mufasa. Oh, de vader van Simba, toch? Mufasa. Ja, Mufasa. Ik spoel dat stukje altijd door van de Lion King, dat hij doodgaat. Hoezo? Vind ik gewoon te zielig. Ga je huilen? Ik vind dat het moeilijkste stukje. Ik spoel ook door als ze de Titanic zingt. Ja, dan pak ik het daarna wel weer op. Met die oma en zo. Dat zijn de momenten. Dus je kunt morgen misschien even nu zelf waar de vlog was. De vlog kon terugzien. Nou, dat is toch leuk. Qmusic.nl kun je hem terugzien. Maar ja, ja, maar daar zit je nu al op. Ja, of op YouTube. Ja. Je bekijkt het via Facebook nu. Dat kan ook. Dat weet ik natuurlijk niet. Laat het even hieronder in de comment. Comment. Hieronder. Moet ik het even overnemen? Ja, ja, ja. Dit is het. Dit wordt het. Wel spannend hoor. Jemige Lars, dit is cool, want jij bent 28 hè? Ja. Dit is wel echt, je hebt echt een grote mensenhuis gekocht. Ja, maar ik ga ook voor het eerst ga ik ook bij mijn moeder weg. Dus ik, ja. Je woont nu nog bij je moeder? Ik woon nog bij mijn moeder. Oh, dus daarom mocht ik niet bij jou thuis komen spieken. Nee. Nou ja, terwijl we dan voor het huis staan is natuurlijk het moment aangekomen. Hey, ja, voor de cijfers? Ja. Goh, van vliegen, nee, staan we, hoe laat is het? 7:30 staan we hier in een nieuwbouwwijk in Utrecht. Sta ik met een vlogcamera zo. Ranking, Lars. Lars. Gastvrijheid. Ik mocht bij een nachtshow zijn. Je hebt voor mij een frikandelletje gemaakt. Ja, mijn auto achterop. Ja, maar heeft niks met gastvrijheid te maken. Oh nee. Ik kan simpelweg je huis niet in. 6,5. Vind ik echt laag. 6. Inrichting. Ja. Ja, nee, maar nu komen we straks op een heel laag cijfer uit. Nou ja, maar dit is toch allemaal niks? Ja, oké. Okay. Ja? Zal ik daar dan, dat Marieke is de beste, zal ik dat puntje dan bij doen? Ja, zou ik wel doen. 7,3. Ja. Ik vind het minimaal allemaal. Omgeving? Ja. Ja. Je gaat echt een hele leuke wijk wonen. Het is gloedje nieuw hier in Utrecht. Ja, dus? Omgeving 8,9. Nee, dat is gewoon niet weer te doen als je er een gemiddelde van moet maken. Ja, ik ga niet mee helpen hoor. Dit is jouw programma. Pak even mijn rekenmachientje. Oh. Ik kan niet vinden in mijn tas. Lars Boelen, naar boven afgerond. Ja, scoort voor Marieke komt even spieken een... Ja? 7,6. Nou, hey, dat is niet verkeerd. En nu? Nou, ik dacht, nu zet je me bij een station af en dan kan ik naar werk en jij naar huis. Ik ga naar bed. Ja. Ja. Moet er iets vandaag zeggen? Achterop zit het knopje dat je even record. Ik woon hier met mijn twee beste vrienden.